Yo, dames en heren. Dit is nogal een bijzondere video. Want dit wordt een hartekreet. Ja, dat hoor je goed. Een hartekreet. Want ik wil heel graag iets van me afpraten. Eén moment. Ja, we kunnen. Wat mij nogal dwars zit, is dat heel veel mensen een zwart-wit beeld hebben van een bepaalde periode in de geschiedenis. En dat vind ik nogal krom. En absurd. En krankjoren. Ja, dat doet wat met me. Dat doet pijn in mijn hart. Want de geschiedenis moet rationeel en emotieloos benaderd worden. Want het is geschiedenis. Het is historie. En als je dat niet doet, als je dat zwaar belaadt met emoties, ja, dan vraag ik me eigenlijk wel af of je wel alle feiten durft te benoemen. Of je wel alle feiten benoemt. Als je maar een deel benoemt en de rest niet. Ja. Dat doet op met me. Kijk, een verhaal heeft twee kanten. Twee kanten. Net zoals een telefoon. Kijk, ik heb hier mijn telefoon. Oh, die gaat aan, sorry. Die heeft een voorkant en een achterkant. En ook nog een zijkant, voorkant, onderkant. Ja, heeft meerdere kanten. Als je alleen maar de voorkant bekijkt en niet de achterkant, ja, dan laat je nogal heel wat feiten laat je weg. En ja, dat vind ik moeilijk. En dan hoop ik eigenlijk vooral dat de dames van de reclassering deze video kijken. Want het gesprek van de vorige keer is aanleiding dat ik deze video ga maken. En ja, mijn hartekreet. Echt mijn oproep aan iedereen die deze video kijkt. Benader de geschiedenis vanuit meerdere invalshoeken. Vanuit meerdere perspectieven. Ook vanuit Duitse perspectieven. Niet alleen wat, zeg niet alleen wat de geallieerden willen of wilden. Of nee, zeg niet alleen wat geallieerden willen dat je zegt. Nee. Zeg ook wat de Duitsers dachten, deden en vonden. Want daarmee, als je die twee met elkaar vergelijkt, dan kun je een goede inschatting maken hoe de Tweede Wereldoorlog tot stand is gekomen, waarom die is uitgebroken, de reden erachter, en waar er precies voor gevochten werd. Want daar is een groot misverstand over. Het is niet de bedoeling dat ik nu een half uur ga praten of lullen over wat wel of niet waar is. Kijk, ik ben geen historicus, maar ik noem mezelf wel een expert op het gebied van de 20e eeuw. Op het gebied van de 20e eeuw, van 1900 tot 2000, kun je wel stellen dat ik heel veel weet. Dat kun je wel stellen. Maar, als je over de 20e eeuw praat, een specifieke gebeurtenis, dus bijvoorbeeld 1933, wat er daar gebeurt. Ja, dan vertel ik ook wat er in Duitsland is gebeurd. Vertel ik ook wat Hitler dacht op dat moment en wilde en van plan was en zijn gedachtegang en zo. Dat vertel ik er namelijk ook bij. En als je dat niet doet, prima. Maar praat dan ook niet over de Tweede Wereldoorlog, want dan kun je ook geen inschatting maken over wat er echt is gebeurd. Af en toe ben ik even stil, want ik moet echt even... Want dit raakt me emotioneel. En dat vind ik moeilijk. Mijn oproep aan iedereen. Benader de geschiedenis emotieloos en rationeel. Ik haal het nog een keer. Benader de geschiedenis emotieloos
en rationeel. Probeer emoties los te zien van geschiedenis. Want het is prima als je het er niet mee eens bent, maar accepteer het wel, want we kunnen er niks meer aan doen. Wat wil je dat ik doe dan? Stel jezelf dat eens de vraag. Ja, mensen zeggen dan, Hitler heeft miljoenen mensen vergast. Er zijn stapels bewijzen voor, internet stroomt er van over. Dat kun je wel zeggen. Dat is een aanname. In letterlijke zin. Maar, ja. Probeer eens op het internet op te zoeken of jouw aanname klopt. En als die niet klopt, wijzig hem dan. Verander hem dan. Want deze video komt op YouTube, dat weet ik vrijwel zeker. Daar ga ik echt niet over twijfelen. Maar, ja. Benader de geschiedenis alsjeblieft. Ik smeek het jullie. Rationeel en emotieloos, zonder emotie dus. Want alleen dan kun je een correcte beeld weergeven van de jaren 30 en de jaren 40. Want heel veel mensen hebben een vertekend beeld over de nationaal-socialisten en waarom zij aan de macht kwamen en niet de communisten of de bolsjewieken. Ik vind het heel veel. Kijk, ik ga niet een kwartier lopen lullen over wat wel of niet waar is. Maar wat ik heel graag kwijt wil, is de Duitsers, of specifiek de nationaal-socialisten, want zo noemen zij zichzelf, geen nazi's, geen homofoob of xenofoob of wat dan ook. Nee, ze noemen zichzelf nationaal-socialisten. Dus laat het beestje ook gewoon bij zijn naam noemen, weet je wel. En noem geen extravagante of inferieure of weet ik veel namen die zij zelf niet benoemen. Dus noem het beestje gewoon bij zijn naam en zeg gewoon nationaal-socialisten. Maar goed, desondanks, de nationaal-socialisten kwamen aan de macht. Met als uitgangspunt Duitsland. Kijk, stel je voor, dit is Duitsland. Hier ligt Duitsland. Uit de economische crisis halen. En Duitsland op economisch, wetenschappelijk en technologisch gebied een wereldmacht maken. Super populair dus. Dus, dit is een oude iPhone 6S uit mijn hoofd gezegd, maar doet er niet toe. Duitsland moest uit de economische crisis, want in 1929 brak de pleuris uit en Hitler dacht, oké, dit kunnen we echt niet aan. Dit moeten we echt niet willen. Dit willen we niet, dat kunnen we niet en dat mogen we niet. Dus daarom dacht Hitler, ik maak Duitsland weer super populair als vakantieland, als werkland, als studeerland, of wat dan ook. Als een geëvalueerde nazistaat. Zo moet je het zien. Dat gebeurde tussen 1933 en 1938. In 5 jaar tijd werd Duitsland super populair. Ook onder Amerikanen. Maar hier komt het. Vanaf 1933, uit mijn hoofd gezegd 1933, kwam aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een meneer aan de macht. Ja, en die had toch andere ideeën tegenover Duitsland dan de Amerikanen zelf. En ik zal misschien wat foto's in beeld laten zetten van Amerikanen die protesteerden, van praten met vrede over Hitler, maak vrede. Zoek geen oorlog, een beetje dat soort dingen. En dat is er gebeurd tussen het Amerikaanse volk, among the American people. En ja, er is nogal een verschil tussen wat regeringen wilden en wat de bevolking wilde. Specifiek vooral naar Amerika, de Verenigde Staten. Dus heel veel mensen
laten dat detail weg. En dat vind ik dood en doodzonde. Want regeringen enerzijds en bevolking anderzijds, ja, daar is toch wel een frictie en hitte onder de voeten. Dus als je de geschiedenis rationeel en emotieloos benadert, kun je veel meer details benoemen. En ja, en die details die je kunt, op dat moment kunt benoemen, dat zijn cruciaal. Want het maakt toch wel uit of Hitler oorlog wilde alleen maar om oorlog wilde zonder reden. Of dat Hitler oorlog wilde alleen maar met een specifiek doel, zeg maar. Dus nogmaals, een verhaal heeft meerdere kanten, meerdere invalshoeken. Een achterkant, een voorkant, een bovenkant, een onderkant, linkerkant, rechterkant, weet je wel. Dus bekijk geschiedenis vanuit meerdere invalshoeken, niet rechts of links, niet goed of fout, niet krom of weet ik veel. Nee, rationeel en emotieloos. Dat is mijn oproepje aan de rest van de wereld. Alsjeblieft, doe het. Als je de geschiedenis rationeel en emotieloos, zonder emoties, benadert, kun je veel meer details opnoemen. Dat weet ik 1000% zeker. Nou, dat gezegd hebbende, ik wil ook even verder met de Holocaust. Want ik wil ook vertellen wat daar van waar is. Namelijk, tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardeerden Amerikanen en Britten, Duitse en Poolse KZ's, oftewel concentrationslagen, vertaald naar Nederlands concentratiekampen, bombardeerden concentratiekampen en vervolgens zeiden ze Duitse wreedheden, German atrocities. Het verhaal van de Holocaust is zo krom als een banaan. Krommer kan haast bijna niet. Want heel veel mensen zeggen niet wat Amerikanen en Britten en Canadezen of de ABC deden in WO2, in de Tweede Wereldoorlog. En dat moet ook benoemd worden. Want als je dat niet benoemt, dan heb je maar een half verhaal. Dan heb je maar een half incompleet verhaal. Eenzijdig verhaal. En ook dat doet bij mij pijn. Ook dat wil ik heel graag kwijt. Ik haal het kwijt. En ja, hoe het verhaal echt zit, hoe het verhaal echt in elkaar steekt. Duitsers behandelden in dit geval Joden, in dit geval Joden, menselijk. Want ze zorgden voor medicijnen als ze ziek waren. Ze kregen voldoende te eten en te drinken. Hun bedden waren in orde, probleemloos. En ja, ze voldeden aan basale mensenrechten. En Amerikanen bombardeerden concentratiekampen en claimen vervolgens later Duitse breedheden. Ach, pleur op, man. Ga toch een eindje weg. Alsjeblieft, val mij niet lastig daarmee. Als Amerikanen en Britten en Canadezen, of als ABC, met ABC bedoel ik Amerikanen, Britten en Canadezen, Duitse en Poolse concentratiekampen bombarderen, prima, nou liever niet natuurlijk, maar als ze dat doen, vermeld er dat ook bij, weet je wel. Ga niet zeggen, ja, de Duitsers hebben hun eigen bevolking gebombardeerd. Nee, daar klopt niks van. Daar klopt letterlijk waar niks van. Echt in letterlijke zin. Wat daarna is gebeurd, ja. Ik weet het, voordat ik dat vertel, wil ik ook even erbij zeggen. Dit is de meest zwaar beladen onderwerp die je maar kunt voeren in een gesprek. Maar ik word echt gedwongen deze video op te nemen. Want er worden dus zoveel
zoveel onwaarheden en halve waarheden verspreidt. Ik word er letterlijk doodziek van. Dus ook mijn oproepje, stop daarmee. Alsjeblieft, stop daarmee. Ga op onderzoek uit en verifieer, met een moeilijk woord, wat er waar is. Ga niet domweg. Ga niet als schapen. Laatst kwam ik trouwens achter een mooi woord. Dat is sheeple, schapenmensen. Ik vind het nogal creatief bedacht, moet je eerlijk zeggen. Ik zal ook uitleggen wat dat betekent. Sheeple ben je als je gewoon met oogkleppen op gewoon de wet volgt. Of gewoon iemand volgt. Of gewoon volgzaam bent zonder kritisch na te denken. Dat is een sheeple. Het raakt me. Mensen, benader de geschiedenis vanuit meerdere invalshoeken. Rechterkant, een verhaal heeft een rechterkant, een linkerkant, een bovenkant en een onderkant. Doe dat ook met geschiedenis. Een geschiedenis is zo complex en ingewikkeld dat je daar niet één conclusie uit kunt trekken. Nou ja, toch wel. Toch wel. Ik weet niet of het waarheidsgetrouw is, maar ik wil er mijn best voor doen. De Tweede Wereldoorlog kun je concluderen als een strijd tussen Duitsland enerzijds en de ABC anderzijds. En die strijd werd alleen maar gevoerd vanwege een meningsverschil. Of een verschil in ideeën of een wereldbeeld. Hitler keek compleet anders naar de wereld dan ABC. En ja, dat heeft voor frictie, wrijving en hitte gezorgd. En die hitte heeft weer aanleiding tot, nou ja, een wereldoorlog in dit geval. En ja, ik kijk nu naar mijn laptop en dat is, dit thuis doet niet toe, fuck it. Even rechtop zitten nu. Ik blijf het zeggen, dames en heren, benader de geschiedenis vanuit meerdere invalshoeken. En voor de dames van de reclassering die kijken op dit moment. Hi, hallo, hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Hoop ik wel, en anders dan zo goed voor jezelf. Dat is wat ik wil zeggen. Maar wat ik ook wil zeggen is, maar kijk, ik benader de Joden, specifiek de Joden, als vijand. Niet omdat ik daar zelf voor heb gekozen. Nee, ik benader de Joden als vijandig. Omdat de geschiedenis zo complex en ingewikkeld is. Ik kan dat niet, in drie zinnen kan ik dat niet kort samenvatten. Dat kan niet. Dat is, als je een waarheidsgetrouw antwoord wil, als je dat heel graag wilt, dan kan dat niet. Want, nogmaals, het heeft context en het heeft nuances. En als je dat moet uitleggen, ben je, nou ja, uren bezig, zeg maar. En, ja. Ik kan niet in drie zinnen uitleggen waarom ik Joden als vijandig benader. Niet als je een waarheidsgetrouw antwoord wil. Als je een vaag antwoord wil. Als je graag wilt dat ik lieg, bedrieg en weet je dat soort dingen. Ja, dan kun je zeggen, ja, ik vind de Joden afschuwelijk en afgrijzelijk. Omdat ze, zeg maar, ja, weet je, omdat ze, zeg maar, dom voordoen. Als je een vaag antwoord wil, dan moet je dat zeggen. Maar als je een waarheidsgetrouw antwoord wil, moet je eigenlijk zeggen, ja, het verhaal zit eigenlijk te complex in elkaar en ik kan niet in drie zinnen uitleggen waarom ik dit doe. Dat moet je zeggen als je waarheidsgebonden antwoord wil. En ja, dus dat eigenlijk, zo zit het verhaal, zeg maar, in elkaar. En Igor van Kaam heeft een video geüpload van minder dan een half uur. En ik ga echt niet vertellen hoe corona in de kaart zit. Want dan ben ik nog langer bezig. En dat is niet mijn vakgebied. Wat wel mijn vakgebied is, is de 20e eeuw. En specifiek de Tweede Wereldoorlog. En wat daarvoor is gebeurd.
Ik heb gepraat over de jaren 30, ik heb gepraat over de jaren 40, ik heb gepraat een kort stukje over de Holocaust. Oh ja, om het de Holocaust zeg maar, af te maken, af te ronden, moet ik ook gezegd hebben van dat ABC concentratiekampen hebben gebombardeerd en volgens claimen Duitse vreedheden. Duitse vreedheden, wat ook al niet in lijn is met elkaar, zeg maar. Maar goed, dat daar gelaten. Daarnaast hebben de B, of de Britten, hebben alles wat beweegt. Nee, niet de B, niet de Britten. Amerikanen hebben alles wat beweegt op snelwegen, op autobanen, op alles wat zeg maar, beweegt, hebben ze ook kapot geschoten. Dus dat heeft er weer voor gezorgd dat ziektes uitbraken, zoals tuberculose en tyfus. Heel veel mensen laten dat stukje, bewust of onbewust, weet ik niet, weg. En dat moet ook benoemd worden. Tussen 1942 en 1947, zeg maar, ongeveer, plus minus. Iets later, weet ik veel. Brak tyfus uit. En het heeft jaren geduurd voordat ABC dat onder controle had. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog was er nog steeds sprake onder de bevolking van tyfus. En ja, in die tijd had je niet zomaar even een DNA-test van, joh, het komt door die en die ziekte, virus, bacteriën, wat dan ook. Nee, in 1942 moest je het echt analoog en met de hand gaan doen. En dat was nogal risicovol. Dus ja, snap je waar ik heen wil? Snap je wat ik bedoel? Dus het verhaal zit wat genuanceerd en complex in elkaar. Ik kan niet concluderen. Amerikanen hebben concentratiekampen gebombardeerd en dan voorclaimen Duitse vreed. Dat kan simpelweg niet. Dat is onmogelijk. Dat kan je niet doen. Dat mag je niet doen. En dat is niet in lijn met de waarheid. Wat wel in lijn is met de waarheid, dan vraag je misschien af, wat dan wel? Wat klopt dan wel? Duitsers sloten Joden op uit angst voor het communisme. En als de angst is afgewezen, of als het gevaar is geweken, ja, wat er niet wordt verteld, maar wat wel waar is, als het gevaar is geweken, als het communisme is verslagen en uitgeschakeld en geëlimineerd. En ja, dat ja. Dan kunnen en mogen de Joden weer terug de samenleving in. Met als voorwaarde dat ze zich Joods gedragen en niet als Duitsers. Want er is verschil tussen Duitsers of Nederlanders of Russen, of noem maar op, noem maar een bevolking, en Joden. En de lijn, zeg maar, de lijn tussen die twee zit, zeg maar, hoe je je voelt. Dat is zeg maar het gevoel. Voel je je Duits? Voel je je Joods? En heel veel mensen willen natuurlijk zeggen, Nicola, je praat lulkoek, je praat onzin. Joden zijn ook gewoon Nederlanders. Klopt voor geen kant. Joden blijven Joden, ondanks hun nationaliteit. Dus daarom hebben de Duitsers bewust, doelbewust, hun paspoorten afgepakt. Omdat, ja, Joden, dat is een ras die is gevestigd in West-Europa of van Europa. En willen zich assimileren naar hun naasten, naar de bevolking in kwestie. En zeg maar zo via op die manier aan de macht komen en zo landen controleren en zo schulden creëren, staatsschulden creëren, zo ja, onheil creëren, echt ellende. Echte pure ellende, wat niemand wenst. En ja, dat zijn de Joden helemaal van plan. Ik heb ook in mijn video op Odyssey heb ik uitgelegd hoe de Joden te werk gaan. Bekijk ook die even. Zo'n linkje zet ik in de beschrijving. Maar ja, de Joden willen zeg maar assimileren met dat doel dat ze landen omver kunnen werpen en internationale allianties kunnen sluiten, zeg maar. En ja, dus
Dat over de Holocaust. Kort samengevat, Duitsers banden de Joden menselijk. Tegenstelling tot ABC. ABC bombardeerde alles wat kapot moest en vernietigde dat vervolgens ook. En ja, zo zit de Holocaust in elkaar. Ik heb het al heel vaak aangegeven. De Holocaust kun je niet samenvatten in 3 zinnen. Dat kan niet. Als je een waarheidsgetrouw antwoord wilt. Als je een vaag antwoord wilt, ja, dan kun je alles roepen wat je maar wilt. Maar dat niet in lijn met de waarheid. Als ik laatste week ook graag gezegd hebben. Er zijn stapels bewijs van Duitse verreten. De appelen erop. Zoek een leven. Die stapels bewijs die zijn ieder tegen ABC dan tegen de Duitsers. En aangezien de Duitsers letterlijk, in letterlijke zin, onschuldig waren. En de Joden alleen maar even buiten de samenleving plaatsten. Alleen maar om het gevaar van wat het communisme heet af te wenden, stoppen. Dachten de Duitsers, oké, we moeten ze even uit de samenleving trekken. En wachten tot het communisme is geweken. Afgewezen, is gestopt, geëindigd, dat. Dus ja, zo zit het de geschiedenis termen in elkaar. En niet anders. Wat ik vertel is pure wetenschap gebaseerde, wetenschappelijk bewijs geverifieerbaar feiten. En dat is belangrijk als je de geschiedenis benadert. Nogmaals, mijn allerlaatste verzoek, echt de allerlaatste keer dat ik het zeg, benader de geschiedenis emotieloos en rationeel. Alsjeblieft, doe dat. Dames van de rekening, als je dit. Nee, niet als. Jullie gaan dit onwaarschijnlijk kijken. Ik weet het. En in de beschrijving van deze video staat nogmaals uitgelegd waarom de Joden zo gevaarlijk zijn voor de samenlevingen. En waarom ze uit de samenleving moeten worden getrokken tijdelijk. Om het gevaar wat het communisme heeft even af te wenden. Dus. Dat wou ik even gezegd hebben. Dames en heren. Als je mijn hartkreet interessant genoeg vond. En meer van me wilt zien. Druk dan op het blauwe duimpje omhoog. Wil jij niets meer van me missen. Druk dan op het abonneerknopje hier beneden. En druk ook op het belletje. Klik dan vervolgens op alles. Want dan mis je echt niks meer. Dames en heren, afsluiten, anders duurt de video te lang. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot in de toekomst. Dames en heren, tijdens het editen van deze video kwam ik erachter dat ik een heel belangrijk detail over het hoofd heb gezien. En dat is namelijk 500.000 mensen stierven aan de gevolgen van tuberculose en tyfus. Ik herhaal het nog een keertje. 500.000 mensen per maand. Nee, per dag zelfs. Per dag. Tussen 1942 en 1947. 500.000 mensen per maand stierven per... Nee, niet per maand. Per dag. Aan de gevolgen van tyfus en tuberculose. Dat deel wordt heel vaak, dus lees in alle gevallen, vergeten. Dus, gefeliciteerd. Ja, dus dat wil ik eventjes met je mededelen. 500.000 mensen per dag stierven niet aan vergassing, maar door tuberculose. En dan kun je denken, hoezo ontken jij nou de Holocaust? Nee, dat doe ik niet. Ik ontken niet de Holocaust. Kijk, wat ik doe. Voor de mensen die vragen waarom ik de Holocaust ontken. Ook dat moet even gesteld worden. Ook dat moet aan de orde van de dag komen, zeg maar. Kijk, je moet het zeg maar zo zien. Ik ontken niet de... ik ontken niet... Wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want daar is gewoon bewijs voor. Maar een stukje vergassing is niet... een stukje vergassing, daar stel ik kritische vragen over.
En ik vind, en ik ben van mening, dat bij historische gebeurtenissen moet je kritische vragen stellen. In elk geval zelfs. En niet bij onwelgevallige of zwaar beladen thema's. Kijk, het moet natuurlijk niet zo zijn dat als je zwaar beladen onderwerpen of emotioneel beladen onderwerpen, zoals de Tweede Wereldoorlog, zoals de val van Srebrenica, zoals Nederlands koloniaal verleden of nog meer dingen waar we even niet kan noemen, maar je snapt het punt. Op al die onderwerpen moet je juist kritische vragen stellen. Het moet toch niet zo zijn dat we alles klakkeloos aangenemen wat ons wordt verteld, of wel soms. Ik mag hopen van niet. Althans, niet ik. Ik ga dat echt niet doen. Wat ik doe is, bij gebeurtenissen stel ik altijd kritische vragen. Maakt niet uit welk onderwerp. Altijd kritisch denken. Altijd kritiek uiten ten alle tijden. Dat wat ik even gezegd heb, dames en heren. En denk zelf na. Ga niet zomaar iets of iemand volgen. Denk, blijf zelf nadenken. Wees kritisch. Uit je kritiek. Doe dat. Ik roep op, dat is wel wat ik doe. Ik roep op tot het uiten van kritiek. Hoe scherp hij ook mag wezen. Als het aan mij ligt, uit jij pluimscherpe en messcherpe kritiek. Zo scherp zelfs, dat de persoon die kritiek ontvangt, van zijn stoel wordt weggeblazen. En als het aan mij ligt, in letterlijke zin. Dus, hoe scherper je kritiek, hoe beter. Dus, ik roep op tot het bekritiseren en vragen stellen over historische, waargebeurde feiten. Dus, dat is mijn oproepje. Dat is mijn hartekreet. Dat is even deel 2 van deze video. Dus, ja, dat wil ik ook even gezegd hebben. Je weet je wel wat je moet doen. Like, abonneer, belletje. Ja, dat leg ik nog een keer uit. Dames en heren, bedankt voor deze aanvulling die ik mocht maken. De laatste video voor vandaag die ik ga opnemen. Maar ik wil heel eventjes kort gaan praten over hoe mensen denken over Hitler en zijn daden vooral. Heel veel mensen denken, of zijn van mening, of vinden, weet ik veel. Hun wereldbeeld is zo pragmatisch. Zo pragmatisch. En zo irrationeel. Dat je eigenlijk denkt van, stel je geen vragen of zo? Of ben je bang om vragen te stellen? Of ben je bang voor de waarheid? Of doet de waarheid pijn? Of iets in die trant. Maar mensen denken, of zijn van mening, of hebben gelezen in geschiedenisboeken op scholen. Ook dat is een optie. Maar in die geschiedenisboeken staat, en dan citeer ik wat er letterlijk staat, Hitler is een massamoordenaar. Einde quote. Dat is een aanname en een leugen. Ten eerste, Hitler heeft nooit, maar dan ook echt nooit bevolen om tot zulke mensonterende en grootschalige en systematische, ja, ik kan het zo rustig zeggen, plan uit te bevelen, zeg maar. Dat heeft hij nooit gedaan. En tot zover ik weet, zal hij ook, als hij nu had geleefd, zal hij dat ook nooit doen. Dus, dat is een aanname die nooit is bevestigd of gefactcheckt of gecontroleerd of geverifieerd. Dus, mensen, als jij vindt dat Hitler een massamoordenaar is, het eerste wat ik je zou willen verzoeken is, kijk op het internet. Kijk wat daar te vinden is. En ik praat niet over Google, want Google is gewoon Joodse bullshit wat erop staat. Ik kan je wel een linkje in de beschrijving neerzetten over een goede zoekmachine die
alle feiten netjes naast elkaar weergeeft. En ook laat zien over de alsmogendheden perspectieven en invalshoeken. Dus bekijk ook die even. Neem Duitsers serieus. Neem Duitsers, hoe zeg je dat? Zorg ervoor dat je de rechten van Duitsers in gelijke hoogte of niveau brengt als Nederlanders, als Vlamingen, als Wallonen, als Britten, als Amerikanen, als Canadezen, als Mexicanen, Australiërs, weet je, dat soort volk. Maar dan praat ik niet over anno nu, maar dan praat ik over anno 1939, want toen brak de pleuris uit. Ja, Australiërs, of hoe noem je dat volk? Weet ik veel. Help me even als je een antwoord weet. Nieuw-Zeelanders, of Vlamingen, of Walloniërs, of Nederlanders, of Denen, Zweden, Nooren. Dat soort figuren moet je in gelijke stelling, gelijke hoogte, gelijke voet brengen als Duitsers. Dan moet je denken, anno 1939. Want toen brak de hel los. Dus ook dat wil ik even gezegd hebben. Kort samengevat, om het kort en bondig te houden, Hitler is in geen geval een massamoordenaar. Onthoud dat goed.